als de deadline dichterbij komt, dan vragen ze van, wat moet je eigenlijk zo allemaal doen? Wat houdt je job eigenlijk in? En dan denk ik soms van, oh, dat wil je niet weten. Ik heb nog zoveel werk. Ik werk voor de VRT in het algemeen en ik doe allerlei projecten. Nu ben ik bezig met onder andere het coördineren van de boekenbeurs, onze stand op de boekenbeurs. Dan wordt besproken van wat wil je op die stand verwezenlijken, hoe moet die eruit zien enzovoort. En dan ga je concreet beginnen uitwerken. En dan kom ik erbij en dan maak ik bijvoorbeeld ook de planning op. Time management is daar heel belangrijk. Je gaat echt van het kleinste detail tot het grootste effect. Dat ligt helemaal in jouw handen. Je moet bijna van alle markten thuis zijn. Hè. Een projectmanager hangt ook vaak af van je budget. En je moet weten, de VRT heeft vaak heel kleine budgetten. Dus dat betekent dat je heel erg creatief moet zijn en dat je soms zelf ook een deel van het werk moet doen. Dan kom je inderdaad met heel veel diensten in contact en dan besef je hoeveel talent er eigenlijk op de VRT aanwezig is en hoe mooi dat is om met zo'n talenten te mogen samenwerken. Hè. Dus hier heb ik een netwerk en hier weet ik ook meteen van kijk, als ik het aan die persoon vraag, dan komt het goed. En doe ik het zo, dan komt het ook goed. En dat op zich is al heel veel waard. Dat je weet van, ik werk hier met mensen samen, waar ik op kan bouwen en waar ik op kan rekenen. En dat is gewoon al fantastisch dat dat kan.